Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en de Caribbean-Israël Leadership Coalition hebben gisteren het startsein gegeven voor de Israël-Suriname Technology and Investment Conference 2017. De conferentie, die gisteren aanving in de bankethal van Hotel Torarica, wordt morgen afgesloten in de ballroom. Zowel het Surinaams bedrijfsleven, die van Israël, als ook vertegenwoordigers van beide overheden nemen deel aan de besprekingen. Het doel is dat beide landen gaan samenwerken op het gebied van technologie, innovatie en investeringen. De belangstelling gaat vooral uit naar agribusiness, visserij, mijnbouw, toerisme, energie, bouw en constructie en ICT. Minister Ferdinand Welzijn ziet deze bijeenkomst daarom als de kans voor Surinaamse ondernemers om internationaal door te breken. Het is begonnen met een missie van Suriname in Barbados. Daar is de basis gelegd. Suriname, of de Surinamers daar, hebben zo'n goede indruk gemaakt op de mensen uit Israël. Dat ze hebben gezegd, luister, wij organiseren zo'n event in Suriname. Dus het is een goed voorbeeld van het belang van het participeren van Surinamers in andere bij missies in het buitenland. Want daar leg je de basis. Je zult niet zo makkelijk een paar ondernemers hebben die zeggen, we komen naar Suriname. Jij moet ze uitnodigen, ze moeten de passie proeven die wij Surinamers hebben. En dat hebben wij nodig als land. We moeten als land eensgezind ons uitdragen en uitnodigend zijn voor ondernemers. De minister zegt dat de particuliere sector voldoende kansen krijgt om zaken met het buitenland te doen. Hij vindt dat als het aankomt op ondernemerschap, er niet meer op de overheid gewacht moet worden. We willen zeggen, wij moeten dat creëren. Wij Surinamers moeten een investeringsklimaat creëren. En ik hoor vaak misschien wel een licht verwijt van het ligt aan de overheid. Maar het ligt aan Suriname zelf. Wij allemaal moeten ervoor zorg dragen dat wij door onze uitstraling een goed investeringsklimaat creëren. Ik geef altijd het voorbeeld van Nicaragua. Nicaragua, als je daar gaat en als ze zich en overal in de wereld, hoor je één stem. Je hoort de mensen zeggen, kom naar Nicaragua. Wij zijn het land dat investeerders kan aantrekken. Eigenlijk moeten we daarvan leren. Surinamers moeten een positievere uitstraling hebben naar buiten toe. We moeten eensgezind zijn. We kunnen intern onze discussies hebben over vraagstukken, maar laten we dat intern oplossen. Laten wij intern met elkaar discussiëren, maar naar buiten toe laten we ervoor zorg dragen dat we naar buiten toe ons land op een positieve manier uitdragen. Tot zover minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Gisteren tijdens de opening van de Israël-Suriname Technology and Investment Conference 2017. De conferentie wordt morgen afgesloten.